We krijgen het druk in de Krimpenerwaard, althans de volwassenen niet, maar de kindertjes, want er wordt veel georganiseerd. En daarom zijn Nadia en André er. Ja. Welkom hier in het Springenpark. En we gaan naar Stolwijk toe, want daar is de Speelweek Stolwijk. Nou heb ik natuurlijk gelezen, ja, het zou eigenlijk een fantastisch jaar moeten zijn, want het was een jubileumjaar. Hoeveel jaar was het? Of zou het zijn geweest? Dit 50. Jaar? Ja, 50 jaar, mooi getal. We zouden Abraham Osaka zien, maar ja, helaas, door alle perikelen en alle richtlijnen kan dat niet doorgaan. Maar, we zeggen altijd maar wat in het vat zit, verzuren niet. Maar waren jullie al met de organisatie heel ver al? Ja, ja. Ja, we hadden al een feestavond voor de zaterdag eigenlijk op de planning staan met een hele goede band. Hebben zij bezocht. We hadden echt voor de kinderen ook veel meer echt wel uitbundige activiteiten. En dat moesten we allemaal gaan annuleren en dat was wel echt... Met pijn in het hart. Nou, dat deed echt heel veel pijn, Dat was wel even slikken, ja. Absoluut. Ja, maar het kon natuurlijk niet anders, hè, André? Want... Nee, we hebben er allemaal met de richtlijnen te maken en het kon ook niet anders. En het heeft ook weer een voordeel, want nu kunnen we ons langer voorbereiden op een nog spetterende organisatie van een jubileum, wat gewoon volgend jaar in 2021 gaat plaatsvinden. Ja. Want 50 plus 1 of 50, het maakt niet uit. Nee. Magisch getal zit er sowieso in. Ja, dat zie je eigenlijk ook met 75 jaar vrijheid, zie je het ook. Ja. Gaat ook 75 plus 1, alles komt gewoon weer op zijn pootjes terecht. Ja. We gaan er gewoon vanuit dat het volgend jaar is. Absoluut. Maar nu alternatief, wanneer vindt het plaats? Nou, nog steeds in de laatste week van de zomervakantie, dus van 24 tot en met, uit mijn hoofd, 28 augustus. Vier dagen? Vijf dagen. Vijf dagen van maandag lang. Tot en met vrijdag. Ja. Zo, dat is een van de grootste happeningen, zeg maar, hier wel in de Krimpenerwaard. Nou ja, het is altijd vijf dagen, dus ja, het moet eigenlijk vijf dagen blijven voor de kinderen. Dat is het mooiste natuurlijk wat je kan bieden. Ja. Ja. En wat is er, nou, ga eerst maar vertellen, wat gaan jullie doen? Nou ja, eigenlijk wel heel veel hetzelfde. Ja. Het is veel leuker om eigenlijk te vertellen hoe de teleurstelling eerst ook bij de kinderen was. Toen wij eerst hoorden dat we niks mochten doen. Want dat was eigenlijk de eerste boodschap, dat we helemaal niks mochten. Toen hebben alle deelnemende kinderen van vorig jaar een aanzichtkaartje gekregen met dat het niet door mocht gaan. En toen kreeg ik al best wel veel reacties, wat een mooie manier om de kinderen dan te vertellen dat het niet doorgaat. Kreeg ik natuurlijk ook van veel groep 8 leerlingen die heel erg teleurgesteld waren, want die gaan altijd een nachtje ook nog eens extra weg. Ja. Dus ja, dat deed heel veel met ons, totdat wij langzaam wat naar ons toegespeeld kregen dat ik toch wel weer contact met de gemeente op moest gaan nemen. En toen zijn wij met het bestuur weer bij elkaar gezeten van nou, we moeten met een heel goed en gedegen plan komen. Nou, die hebben we met z'n naar achter echt opgesteld, plus dat de brugklas, dus de aankomende brugklas, toch een nachtje weggaat. Menelijk nachtelijk uurtje zit erin, zeg maar. Ja. Het is echt heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Met name de credits ook van Nadia, heel veel gedaan ook om de gemeente te informeren. Hè. Want je moet toch een heel plan komen, wil je zeg maar activiteit mogen organiseren. En nogmaals blijven we zeg maar bij het gebeuren van de dag, want dat kan morgen weer anders zijn. Dus vooralsnog staat het nog dat we een mooi programma hebben kunnen maken en dat we toestemming hebben gekregen om ook het programma uit te mogen voeren voor de kinderen. Met en het is dus wat jij zegt ook, hè, van groep 8, ze missen nu al een aantal dingen, hè, omdat ze anders afscheid hebben moeten nemen van de basisschool. Ja. Maar je zegt, gaan ze weg, want gaan ze dan Survivalen gaan ze, dus dat doen ze eigenlijk elk jaar. Dan gaan ze met Jaco Speksnijder op pad. Nou ja, die kent iedereen bij ons in het dorp, want die doet dat al jaren. Ja. En die gaat dan eerst naar Gouwerak, gaat hij daar met de duikvereniging gaan ze leren duiken. Dan gaat hij barbecuen met ze en dan moet ze hun eigen tentje in een weiland opzetten. Of ze slapen bij een boer als het slecht weer is in een stal. En dat is echt een survival voor die gasten. En vaak komen ze dan op dinsdag terug en normaal gesproken hebben we dan de nachttocht op dinsdag. En dan zijn ze natuurlijk helemaal afgepeigerd op woensdag en dan zie je ze heel de woensdag niet. Omdat ze gewoon twee volle dagen volle pijp zijn gegaan. En dat is natuurlijk wel jammer, maar we hebben voor hun wel kunnen regelen dat ze een nachtje weggaan. Mogen. Want dat is echt mijn specifieke vraag ook bij de gemeente geweest. Hoe zit dat met een nachtje slapen? Wij gaan niet met tentjes werken dit jaar, dus dat mag wel duidelijk zijn. Dus alle andere kinderen kunnen niet blijven slapen. Mm-hmm. Maar voor groep 8, wat naar de brugklas gaat, mochten we dat toch een uitzondering maken. Als het maar wel via de richtlijnen gaat. Dus de begeleiding die erbij is, moet echt de afstand van elkaar kunnen houden. En tot de kinderen, want die zitten natuurlijk nu in een toch wel rare leeftijd. Want ze zijn eigenlijk 12, maar sommige... dus dat is wel lastig, want voorheen werd er gesproken tot en met groep 8. Maar nu worden ze brugklas, dus
Ja, het zit, ja, zit er tussenin. Tussenin. Ja. Over hoe grote groep is dan eigenlijk die brugklasse, zeg maar? Nou, nu heeft, ik had van de week geappt, want de aanmeldingen komen nu binnen. En we hadden nu een groep van 18 leerlingen die zich hadden opgegeven. Maar dat, ja, je merkt nu dat ze elkaar allemaal een beetje aan het opjutten zijn. En, dat ze zijn dus nog op vakantie nog. En, ja. Maar nou is dat is eigenlijk voor de brugklasses, maar ik neem aan, we gaan ook naar de andere kindertjes. Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut, ja, absoluut. André, vertel ons wat over. Voor de andere kinderen hebben we gekeken om ook een mooi programma te maken. Hè, en dat binnen de kaders die er zijn, zeg maar. Maar goed, daar is al genoeg over gesproken. Maar we hebben wel de groepen in twee groepen verdeeld. Hè. Dus de kinderen van groepen 3, 4, 5 bieden we een ochtendprogramma aan. En de groepen van 6, 7, 8 en later ook brugklas die aan kan sluiten. En na maandag, dinsdag als ze weg geweest zijn, bieden we dan ook een programma aan. En dat wisselen we steeds. En dat is eigenlijk het principe wat wij gekozen hebben. Is dat we zeg maar op de ene ochtend beginnen met de oudere groepen. Dus maandag beginnen we met de groepen 6, 7, 8. Hebben we een sportclinic. We gaan hockeyen, we gaan volleyballen met medewerking van de volleybalvereniging Dosco. We gaan voetballen, we gaan allerlei sportclinics doen. Bubbelvoetbal zit er ook in, dus gewoon genoeg spektakel voor de kinderen. Doen we de ochtend, sluiten we om 12 uur af. Voor de kinderen, voor die oudste groep, krijgen ze een snackie, krijgen ze eten, een broodje knakworst krijgen ze zeg maar die maandag. Gaan ze naar huis, kunnen we alles ontsmetten volgens de richtlijnen. En daarna kunnen de oudere, of de jongere kinderen dan groep 3, 4, 5 komen. Die gaan hetzelfde programma afwerken. Oh, ja. En zo doen we dat dagelijks. En dan de volgende dag is de jongere groep, dus zijn de groepen 3, 4, 5, 's ochtends. Krijgen dan 's middags ook het broodje knakworst, dus hebben we geen verschil wat iedereen krijgt. En zo gaan we verder. Woensdag doen dat broodje knakworst doet het hem wel, hè? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, complimenten, want het programma zit helemaal in je hoofd. Ja, ik heb ingestudeerd, hè, want ik kan je vragen. Nee, dat is onzin. Nee, maar we proberen wel, we zijn enthousiast als groep, zijn we. En we hebben, zeg maar, als je kijkt naar de speelwerkstore, ook heel veel vrijwilligers. Hè. We hebben eigenlijk een overdosis aan vrijwilligers. Hè. Oh, want tijd is dat wel gunstig, hè? Er zijn heel veel jongeren en ook daarin moeten we keuzes maken, hè, Nadia. Want dat heeft dus wel wat hoofdbrekers gekost om daar een keuze in te kunnen maken ook. Ja, en ook wel teleurgestelde mensen die we moesten vertellen van ja, we hebben je dit jaar niet nodig omdat we te veel vrijwilligers hebben en je mag ook niet te veel volwassenen op Nee, dat is hebben. Het. Je zit zo met die richtlijnen, je moet zo binnen de lijnen zitten, want eigenlijk normaal gesproken hoor je dat er tekort is aan vrijwilligers. Ja. Jullie hebben dan weer te veel. Het is nooit te veel, maar in dit geval is het wel genoeg. Als je de groep kijkt, want je had het al over, hè, een stuk of 18 van die brugklassers. Hoe groot is dan de groep van jongeren die je dan nog verder die hele week krijgt? Nou, in totaal heb ik nu rond, wat zei ik net, 86 aanmeldingen. Gaan we normaal hebben wij in een normale speelweek zitten we rond de 150 tot 200. Dat is wel elk jaar verschillend. Alle kindertjes van Stolwijk? Alle basisscholen. En ook nog vriendjes en vriendinnetjes mogen mee, of niet? Ja, in principe ja. Ja. Stel nou voor dat je net je nichtje en neefje bij je hebt. Nee, dat mag. Geen probleem. Ja, misschien dat we daar dit jaar wel, hè, als er te veel komen, dat je daarvan zegt, van, joh, we doen alleen Stolwijk, maar dat is op dit moment nog niet zo. En ik merk dat nu natuurlijk mensen nog wel een beetje terughoudend zijn, of misschien juist de vakantie nu geboekt hebben en daardoor niet komen. Maar we hebben nog 3 weken waarop ze zich kunnen aanmelden via onze website. Ja, vertel eventjes, want wij kunnen wel zeggen van ja, via de website, of dat zeg je, maar vertel maar aan mij, van waar kunnen ze het vinden? Ja, op www.speelweekstolwijk.nl en daar kunnen ze aanmelden. En dan kunnen ze, het is ook iets goedkoper dan normaal. Normaal vragen we €15 voor een week, nu een tientje. En ja, dan mogen ze gewoon heel de week komen. En we hebben elke dag krijgen ze iets lekkers erbij, weet je, want we willen er wel een feestje van maken. Voor de kinderen. En we hebben er ook een apart thema aan verbonden dit jaar. Vertel. Oh, wat een jaar. Ja. En daar is alles mee gezegd natuurlijk, oh, wat een jaar. Ja, maar ik vind het thema wel leuk, want daar kan je echt alles op verzinnen. Maar misschien wel heel belangrijk om nog even te melden, hè. Het is wel belangrijk dat de kinderen zich echt voor 22 augustus opgeven. Normaliter konden ze ook in de week zelf nog komen, maar door alle, daar komen we toch helaas weer op de richtlijnen, moeten we ook zeg maar van tevoren weten hoeveel kinderen er komen. Hè. We moeten werken met lijsten, we moeten weten wie er zijn. Ja. Hè. Dat heeft allemaal te maken met in de tijd waarin we nu leven met z'n allen. Ja. Dus voor 22 augustus echt opgeven op de site www.speelweekstolwijk.nl. En we hebben ook een Facebookpagina, Speelweek Stolwijk. En je ziet ook alle informatie die erop komt. Het programma komt erop. Er komen leuke foto's op, zeg maar. Dat soort dingen allemaal van de activiteiten die gebeuren. Dus dat je hebt alle vragen beantwoord. Ja, echt waar. Ja. Dankjewel voor jullie komst. Ja. En heel veel succes, hè, want het gaat top worden. Ik weet zeker. Absoluut. Dankjewel. 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 Nou, it's a wrap.